Je kijkt naar een gloednieuwe Let's Play Wednesday video. Vandaag ga ik een spelletje spelen dat enorm veel is aangevraagd, genaamd The Tower of Hell. Het lijkt me ongelooflijk lastig en bijna onmogelijk om deze te halen, maar ik ga de uitdaging toch aan. En ik heb ook een uitdaging voor jou, namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven. Alleen welke hand moet je hiervoor gebruiken, dat hangt ervan af. Ben je op dit moment thuis, gebruik dan je linkerhand om op dat duimpje omhoog te klikken. En bekijk je deze video vanaf welke andere plek dan ook, behalve thuis, gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. En laten we dan meteen beginnen met het spel. Zo ziet het spel eruit. Wow, er gebeurt echt een heleboel. En het idee van de Tower of Hell is dus om eigenlijk deze hele toren zo naar boven te klimmen. Als je helemaal boven bent, dan heb je het level gewonnen. Er is ook een tijdslimiet. Nu hebben we nog maar 6 minuten. Dat is niet zo heel erg veel. Maar ik ga natuurlijk mijn best doen om helemaal omhoog te klimmen. Het probleem is dat het heel lastig is en dat je de hele tijd opnieuw moet beginnen. Ik ga allereerst op het eerste platform springen. Oh jeetje. Het gaat nu al helemaal fout zoals je kunt zien. Nou, ik moet heel eerlijk toegeven dat ik dit spel al wel een keertje eerder heb gespeeld. Ik moest het namelijk eventjes oefenen, want ik was er zo ontzettend slecht in. En dan zou het echt geen leuke video worden. Maar ja, laten we gewoon eventjes kijken hoe hoog we kunnen komen. En nu spring ik op dit platform. Oh my god. Wow. Oké, en nu moet ik naar dit volgende platform gaan springen of zo. Hoe moet ik dat dan doen? Hè? Wacht, ik ga even kijken wat dit meisje gaat doen. Zij weet het vast. Oh. Hey, dat is slim. Ik moet dus hier zo op gaan springen. Eroverheen. Oké, goed. En spring. Ah, yes. Het is me gelukt. Ik ben al bijna bij het volgende level. En dat is de roze kleur. Oh nee. Oh my god, jongens. Ik ben hier super goed in. En go! Oké, ik ben er niet zo heel erg goed in. Nou, het ging allemaal redelijk. Maar we mogen weer helemaal vanaf het begin beginnen. Wat ik het lastigst vind, is dat er zoveel andere mensen in zitten. Dat ik soms door de bomen het bos niet meer zie. Maar, Yes, dit gaat goed. Nog wel. Oké, we staan veilig voorlopig. Oh, ik begin helemaal van te zweten, jongens. Yes! En nu concentratie. Gaat het me lukken om naar het roze platform te gaan? Ja! Woehoe! Oké, ik sta nu op het tweede platform. Zoals je kunt zien zijn er verschillende kleuren hier zo aan de rechterkant. En de volgende is groen, dat is daarboven. Maar hoe kom ik daar in vredesnaam? I don't know, ik moet hierop klikken. Ah! Oh nee. Ah! Dat was helemaal niet de bedoeling. Ondertussen is iemand al helemaal naar boven gegaan. En de tijd gaat nu 2 keer zo snel. Oh, deze persoon gaat zo snel. Oh, zij gaan deze kant op. Misschien is dat ook wel beter. Oh, kijk. Dat gaat nog redelijk makkelijk. Iemand haalt me in. Die zegt ook gewoon echt zo van, ze is zo sloom. Oké, we gaan door. Ho. Nee. Ik deed het zo goed. Oh jongens, we hebben nog maar 2 minuten. En het zijn nog niet eens 2 minuten, want de tijd gaat sneller. Ik kan dit... Oh nee. Ah! Dood. Ik denk heel eerlijk gezegd niet meer dat het me gaat lukken om binnen deze tijd helemaal naar de top te komen. Dus laten we eventjes wachten totdat de tijd uitloopt. En dan gaan we bij de volgende Tower of Hell door. We zijn aangekomen bij een nieuwe. Het is nu weer 8 minuten dat we hebben. Nou, de hele meute begint al meteen met klimmen. Zoals je kunt zien zijn er van deze lastig te zien oranje dingetjes waar je op moet springen. Oh, dat gaat lastig. Oh my god, jongens. Dit kunnen jullie toch helemaal niet zien? Oh, het gaat nu al heel erg goed. Weet je, even dikke concentratie. Het gaat me lukken. Dit moet toch wel gewoon kunnen. Zo ontzettend lastig is het niet. Het is gewoon omdat er zoveel mensen waren. Oh, kijk, een bal. En dan springen we hierop. Ik denk... Ah! Nee! Ik dacht dat ik hem had. Kom op, Jamila. Dit kan jij. Oké, poging nummer 2. Yes! Het is me gelukt. En dan ga ik door naar deze. En dan moet ik op dat kleine dingetje... Ja, wat is dit nou weer voor iets? Volgens mij kan ik er gewoon op lopen. Ja! Woehoe! We zijn op het tweede platform. Oké, ik ben heel erg trots op mezelf. Oh my god, dit is echt heel erg lastig. Wow, gelukkig. Ik was er nog een beetje op aan het klimmen. Net ver genoeg. Ik laat al die mensen wel eventjes voor, want ik kan er niet zo goed tegen als er echt heel erg veel mensen bij zitten. Gaat het me lukken om hier zo naar het volgende platform te komen? Nee, die trap is lastig. Al die roze lichtgevende stukjes mag ik niet aanraken. Want dan gebeurt er dus dat. Nu weet ik eigenlijk in ieder geval wel dat ik dit oranje platform redelijk makkelijk kan doen. Dus dat moet
vrij probleemloos gaan. Alleen nu eventjes niet, natuurlijk. Er staat hier een schildsymbool en dat betekent dat die lichtgevende roze dingen dus niet meer ervoor zorgen dat je doodgaat. Oké, tot nu toe gaat het goed. Nou gaan we lekker doorspringen. Durf ik het risico te nemen door hier gewoon doorheen te lopen? Ik ga het doen. Ik ben vrij... Ja! Oh, dit voelt zo ontzettend goed. Nu moet ik hier naartoe springen of meteen daar naartoe? Dit gaat lastig worden. Oh, ik wacht eventjes op haar. Ja, zij deed het. Oké, dan kan ik het ook. Ah! Nee! Ik heb gewoon te ver doorgelopen. Kom op, Jamila. Je kan het. Je kan het. Oh nee, de tijd is nu al op 2 keer. Dus dat betekent dat iemand al helemaal aan het einde is gekomen. Hoe is hun dat gelukt? Kom op, kom op. Yes. En ik kan er doorheen lopen. Helemaal top. En dan ga ik niet al te veel twijfelen. Ik ga het gewoon doen. We zitten op 4-dubbel. Oh my god. Nu word ik er helemaal zenuwachtig van. Oh ja, nou is het afgelopen. Dat gaat veel te snel die tijd. En we zijn bij een nieuwe aangekomen. Nieuwe kansen. Yes. Oh, deze heb ik nog nooit eerder gezien. Wat is dit nou weer voor iets? Een soort van vlammetjes of zo. Oh. Mensen springen en... Het lukt ze gewoon niet. Proberen ze naar dat andere platform te komen? Dat is toch geen goed idee? Oké. Ja? Huh? Hoe doen ze dat? Springt dit meisje gewoon daar bovenop? Oh, misschien is dat ook wel mogelijk. Oké, ik ga het gewoon doen. Spring. Oh, ik had gehoopt dat je erop kon klimmen of zo. Maar net niet. Oh, iemand heeft hogere sprong aangezet. Misschien gaat hun het dan wel helpen. Lukt het me nu om naar dit andere platform te komen? De persoon voor me... Ja! Dit is super tof. Oké. Oh my god. Yes, het Esmatje lukt. Ik weet niet waar dat accent ineens vandaan komt, maar maakt niet uit. En dan naar die. En yes. Oh my god, we zijn op het 3e platform. En ik maar denken dat het me niet zou lukken. Oké, we gaan door, we gaan door. Zo, ik kan het. Oh my god, zijn jullie hier ook zo zenuwachtig voor? Ik wel hoor. Ik zweet me helemaal de couleren. Is dat een net woord om te zeggen? Ja, oké, laten we daarop houden. Weet je wat het lastige hieraan is? Is dat je heel lastig diepte kunt zien. Oh my god, wat gaat er daar gebeuren? Dat ziet er heel eng uit. Laten we eerst maar eventjes focussen op dit platform. Want we zijn er nog niet helemaal doorheen. Oh my god. Ik moet er wel voor zorgen dat ik dat niet aanraak. Met mijn hoge sprong. Woe. Nou, we zijn er hoor. Oh my god, oh my god, oh my god. Ah! Ik ben er bijna van afgevallen. Het gaat me lukken. Het gaat me lukken. Ik kom naar het volgende platform. Ik werd gewoon een klein beetje zenuwachtig van de hele situatie. Maar dat maakt niet uit. Ik kan het. Go. Yes. En dan kunnen we lopen. Yes. Ja. Oh. Oh. Oh, het is een lopende band. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat ik gewoon stil kon staan. Ik ben best wel hoog gekomen. Ik ben heel trots op mezelf. Ik geef mezelf eventjes een schouderklopje. En dan ga ik wachten tot het volgende level. Ik ben weer terug. Oeh. Hele mooie kleurtjes zijn dit. Volgens mij is dit eerste level niet zo heel lastig. Zo. Woehoe. Yes. We zijn op het 2e platform al. Dit gaat goed, jongens. Oh my god. Dat ziet er niet goed uit. Het is een lopende band. Ho. Ha, ha, ha. Ja. Ha, ha. Ja. Woe. Oh my god. We zijn gewoon al op het 3e platform. Gaat het me lukken om helemaal naar de bovenkant te komen hier zo? Ja, dat was misschien net eventjes iets te makkelijk. Ik ga erop springen, ik ga erop springen. Oh my god, oh my god, oh my god. Wat moet ik doen? Het is zo lastig om te zien. Oké, nou dat ging eventjes helemaal fout en daar gaat mijn hoofd. Maakt niet uit, het gaat me lukken. Ik was best wel snel best wel hoog gekomen, dus dat moet op zich wel kunnen. Ik heb niks gezegd. Er is iets aangezet waardoor je nu echt de hele tijd aan het springen bent. Dat is zo ongelooflijk vervelend. Wat is dit nou weer voor iets? Oh my god, oké, nu moet ik het ook gaan timen. 1, 2, 3. Oh, dit is zo lastig. Ik wil springen wanneer ik wil springen. Niet gewoon random. Weet je wat? Ik ga dit level gewoon uitwachten. En dan ga ik weer beginnen met eentje waar ik wel normaal kan springen. Nieuwe tower, nieuwe kansen. Allereerste wat ik ga doen is gewoon meteen klimmen en kijken of we hier doorheen kunnen komen. Het gaat me lukken. Sowieso. Want dit is het level wat ik ga halen. Ah! Misschien moet ik een doel niet zo heel erg hoog leggen. Misschien moet ik gewoon eventjes ervoor zorgen dat ik in ieder geval naar het 2e level ga komen van deze toren. In plaats van dat ik meteen zeg dat ik de hele toren ga halen. Dus laten we daar ons eventjes op focussen. Kijk, dat is al een stuk beter. Ik ben 1 paaltje verder. Ga gewoon door. We geven niet op. En we springen weer. Woe. Ja, we gaan naar het eerste paaltje. Dan het... Nee. Waarom lukt het me niet? Zijn we weer. Op het eerste paaltje. 2e paaltje. Spring. Oh my god.
Ik viel daar echt gewoon ergens doorheen. Maar het gaat al beter. Oh my god, ik ben hier zo slecht in. Spring. Spring eroverheen. Spring. Oké. Ik sta hier zo op de bovenkant. Kijk, dat bedoel ik met diepte is gewoon een beetje lastig te zien af en toe. Gaan door. Spring eroverheen. De bedoeling was om er overheen te springen. Niet erdoor of erop. Oké, here we go. Here we go. Oh my god. Spring eroverheen. Spring eroverheen. Spring erop. Ja. Ho, ho, ho. Ho. Ja. Jongens. Oké, ik ben nog niet officieel op het volgende platform. Maar ik kan het. Ik kan dit. Ik kan dit. Oh, wow, 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 wow. Oh, de camera. Kijk nou. Dit lichtgroene platform zit een beetje in de weg van de camera. Maar dat maakt niet uit. Hoe moet ik dit in vredesnaam doen? Wacht, ik ga gewoon ietsje verder erop springen. Oké, dat meisje lukte het wel om er overheen te lopen. Dus dan kan ik het ook. Ja! Wow, ik kan het niet geloven. Het is me gewoon gelukt. Ik ben op het lichtgroene platform. Eventjes een schouderklopje. Altijd jezelf een schouderklopje geven als je iets goeds hebt gedaan. Oh, ik kan er gewoon zo oplopen. Ik hoef niet eens te springen. Nou, dat is makkelijk. Ja. En nu. Ik ga eerst eventjes hierop. Dan moet ik even kijken wat het doel van dit platform is. Oh my god. Dit ziet er allemaal een beetje lastig uit. Maar hey, als we via deze weg gaan, dan is het misschien wat makkelijker. Ik ben iets beter in springen. Tenminste, dat denk ik dan altijd van mezelf. Maar hebben jullie niet hoogtevrees? Ik heb best wel hoogtevrees. Oké. Lukt me, het lukt me. Kom op. En zo. Oh my god. Oh my god. Woehoe. Hey, dit is goed bezig. We zijn op het derde platform. Super knap. Oké, dan kunnen we nu hierop, op dit gare figuurtje. Ik ga gewoon via het grote platform. En ja, ik snap hem. Ongeveer. Oh, wat heb ik geluk. Ik ben niet helemaal naar beneden gevallen. Maar... Nee! Het is weer tijd voor een nieuwe toren. Dus we gaan meteen springen. Ik vind dit al echt een super leuke kleur. Dus daar ben ik blij mee. Oh nee, ik heb mijn platform gemist. Wacht. Oh, wat is dit? Oh my god. Ik hou niet van springen. Oh, under pressure. Ah, zoveel pressure. Nee, maar ik kan dit. Ah! Nee. Oké, dat moet ik maar niet meer zeggen. Het ging op zich best wel goed. Dus dat betekent dat ik wel een beetje hoop heb voor mezelf. Maar het voelde ook alsof er geen einde aan kwam. Laat ik ietsje sneller springen. Zonder dat ik val. Of dat ik doodga natuurlijk. Dat is misschien wel een heel erg goed en slim en handig idee. Ja. Oh my god. Het lukt me een soort van... Nee, dat moet ik niet zeggen natuurlijk. Oh, op dit platform. Ja. Oké. Poeh. Wow, ik was er bijna niet opgekomen. Wat heb ik geluk. Ik kan niet eens zien waar ik naartoe moet, jongens. Spring. Ja! Eventjes catching my breath hier zo. Oh, ik sta best wel hoog. Er staat één iemand boven mij. Dus laten we even voor zorgen dat dat niet meer gaat gebeuren. Zo, we gaan erin halen hoor. Ik ga mijn best doen. Oh nee. Moeten we deze kant op of die kant op? Ze zien er allebei hetzelfde uit. Dus we gaan gewoon voor de kant waar ik al was. En... Ha! Oké. Oh, iemand is mij aan het inhalen. Ik ben gewoon te sloom. Ja, we zijn op een derde platform. Oh nee, nee. Dit is heel erg lastig. Daar ben ik niet zo blij mee. Welke kant moet ik oplopen? Oh, ik moet daar naartoe uiteindelijk. Het is misschien makkelijker om met het platform mee te lopen in plaats van er tegenin te gaan. Dus weet je wat? Laten we dat gewoon doen. Ik sprong bijna de verkeerde kant op. Oh nee, dat kan niet. Dat kan niet, want er zit een glazen wand. Oké. Maakt niet uit. Ik ga er gewoon doorheen. Woehoe. Wat gebeurt er? Oh my god. Daar zit ook een glazen wand, of niet? Oh, wat? Ik kan niks meer zien. Ik wil hier zo... Ja! Oh my god! Wat een concentratie, maar het is me gewoon gelukt. Ik ben de hoogste binnen de toren. Oh, ik ben zo ontzettend trots op mezelf. Oh nee, dit is lastig. En we zijn er. Yes! Oh, we zijn gewoon op het vierde platform. En ik ga nu al de fout in. Oké, spring erop, Jamila. Niet eronder. Nee. Dit ziet er heel erg eng uit. Oké, ik ga op het uiterste puntje staan. En ik wil hierop springen. Niet op dat licht oranje kleurtje. Ah! Yes! Eerst is gelukt. Even rust. Tweede. Oké. Oh, ik dacht dat ik erop zou springen. Ik dacht dat het met me gedaan was. Maar het gaat toch wel goed. Oh my god, hoe moet ik hier overheen springen? Oh, ik wilde bijna mijn ogen dicht doen, maar dat lijkt me niet zo'n heel erg slim idee. En nu de laatste sprong. Ja! Wow, ik ben
best zo hoog. Oh nee, iemand is hem aan het inhalen. Oké, maakt niet uit. Dit hebben we eerder gedaan. Dit kan ik. Gewoon op al deze blokjes springen. Oh, kijk, het tempo zit er redelijk in. Oh, wat gaat zij snel? Wat gaat zij snel? Oh, oh, weet je hoe hoog we zijn? Weet je hoe hoog we zijn? Oh my god, ik denk dat ik het misschien ga halen. Nee. Oké, tot nu toe. Het platform gaat nog redelijk, maar schijn bedriegt meestal. Oh, ik durf hier niet op te lopen. Ha! Yes, oké, het is me gelukt. Ik moet hier omheen springen. Hier ben ik niet goed in. Yes, het is me gelukt. Oké. Op het kleine blokje, concentratie. Ja, nu hierop. Oh, ik wil er niet van af. Het gaat me nu lukken om hier op te springen, oké? Gaat me lukken. We gaan het allemaal tegelijkertijd zeggen. Het gaat je lukken, Jamila! Wow! Wow, yes. Het meisje is helemaal aan de top gekomen. Oh my god, het is al gelukt. Ik ben helemaal bovenaan de toren. Wow. Oh, ik ben zo trots op mezelf. Maar wat ik nog wel eventjes moet doen, is door die deur heen lopen om de tijd sneller te laten lopen. Zodat iedereen lekker veel moeite ermee heeft. Oké, wel eventjes hallo zeggen. Hallo. Hey Lizzie, we hebben het gewoon samen gehaald. Ik ben super trots. Ben je ook trots? Schouderklopje, schouderklopje. En we gaan door de deur heen. Kijk nou al die sparkles. Yes! De tijd loopt nu zoveel sneller. Oh, nu eventjes genieten van al onze onderdanen die het allemaal niet gaan lukken. Wat is dit een ontzettend fijn en tof gevoel. I love it. Als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt bekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, waar ben jij het allerbeste in? Ik ben het beste in slapen. Maar ik ben vooral benieuwd naar jouw antwoord. En laat het me zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!